Vivienne. Noord en zingen, alle stem, die kent ze wel. Als hij wist hoe zeer hij wachtte, ja, gewis, dan bleef zij wel. Ja, gewis, dan bleef zij wel. Ja, maar ik zat daar dus in die schoorsteen. Ik zit werkelijk echt muurvast. Ik kan geen kant meer op. Ik had mezelf echt klem gegeten. Dus als ik kijk zo'n beetje naar mezelf. Ik denk, jij mag wel eens afvallen. Maar dat is moeilijk. Afvallen, dat weet jij ook. Ja, dat is hartstikke lastig. Afvallen. Ja, toch? Ja. Ja, ik kan van één ding afvallen. Van het dak. Nee, maar mensen, even serieus. Even alle gekheid op een stokje doen. Ik zat daar in die schoorsteen. Ik zat muurvast. En ik kijk op een gegeven moment omhoog. Door die schoorsteen omhoog. En ik kijk naar de sterren. En ik kijk naar de maan. En ik kijk naar het oneindige heelal. En ik denk, wat heb ik toch een prachtige baan. Maar ik zat nog wel vast in die schoorsteen. Oké, dankjewel. Ik was Grappig Piet. Bedankt. Ik sta hier nog het hele jaar en volgend jaar op. Dankjewel. Toch het leukste wat er is, lachen? Ja, vind ik wel. Ja. Ja. Ik zeg altijd maar zo, lachen is gezond. Maar heb je te lang gezond, dan ben je verbrand. Hè? Dan sta je niet meer te lachen. Nee, dat niet. Ja, toch? Ja, wat ik doe, dat is de mooiste baan die je kunt hebben. He? Je hebt Pieten, en ik wil natuurlijk die helemaal niet uit de hoogte doen, maar die moeten zorgen dat het zwembad van Sinterklaas in de winter schoon blijft. Dat zijn de midwinter zwembadschrop Pieten. He? Of de stoomboot poetsen. Dat duurt 6 maanden. Lekker. Nou, je hebt ook Pieten. Die doen helemaal niks. He? Piet Snot, dat is er zo eentje. En ik, ja, de enige taak die ik heb is zorgen dat mensen een beetje vrolijk blijven. Daarom heet ik ook de Marsepein Piet. Grapje! Zie je? Ik ben natuurlijk de grap Piet. Het is zo makkelijk. Sinterklaas, ik ben dus net naar de Grappenpiet geweest met de belangrijkste Pieten. Maar dat was dus echt fantastisch. Ik heb echt zo hard gelachen. Wat is er? Zijn er problemen? Beste Sint, ik heb lang getwijfeld of ik u deze brief zou sturen, maar ik doe het toch. Ik zou u namelijk willen vragen mij dit jaar geen cadeaus te geven. Ik heb toch alles al. Dit soort brieven krijg ik tegenwoordig van de kinderen uit Nederland. Ik heb toch alles al. Heb ik me daar mijn hele lange leven voor uitgesloofd? Groeten van Erik van Puffelen uit Goes. Gozer. Mijn beste grap ooit was, nou dat is echt geniaal, is dat ik mijn hele gezicht wit had geschminkt. Echt helemaal wit. Alsof ik helemaal niet zwart was. Hoe kom je erop? Ik heb er nog een foto van. Kijk, zo zag ik er toen uit. Zie je? Je had ze moeten zien, mensen. Ze kwamen er niet meer bij. En Sinterklaas van, hey, waar is de Grappenpiet? Ik ben de Grappenpiet kwijt. En ik, dag Sinterklaas, ik sta voor uw neus. Hallo. En hij zo, nee, jij bent niet de Grappenpiet. Magnifiek. Hoe kom je erop? Ja, een gave, denk ik. Sinterklaas, misschien zegt die Erik van Puffelen maar wat. Ik bedoel, ik heb alles al, dat kan natuurlijk iedereen zeggen. Wat is dat?
Dit is een lijst van alle cadeautjes die hij heeft. En ik heb het gecheckt, hij heeft ze allemaal. Hij heeft alles al. Een racebaan. Ja. Spelcomputer? Al 7. Een Ken van Barbie. Ook 7. Echt? Ja. Een priktol? Een priktol. Of ook zo'n rubber eendje. Ja. Rubber eendje met hondjes erop? Ja, nou ja, zegt die jongen, heeft echt alles al. Wat ik ook een keer heb gedaan, heb ik samen met een andere Piet, hebben we een paardenpak gekocht. Helemaal wit. Dat hebben we aangetrokken. En toen hebben we het paard van Sinterklaas hebben we verstopt. En toen heeft Sinterklaas de hele nacht op onze rug rondgereden. En had helemaal niks door. Die hele Sinterklaas niet. Hij zo... Nee, ik trap nooit ergens in, zegt hij. Een nonnenklooster van Lego. Ja, heeft hij ook. Een... ja, wacht, ik heb iets. Dat kan hij echt niet hebben gewoon. En... toch niet? Beste Sinterklaas, u hoeft dit jaar niet te komen. Ik vind de kerstman veel liever. Groeten aan de Fleur. Dit geloof je toch niet? Dat trekt hij toch niet? Sinterklaas, u helpt miljoenen kinderen. U maakt miljoenen kinderen hartstikke blij. Dat er nou eentje bij zit. Oké, dat er nou 2 bij zitten die u een beetje tegenwerken. Het is toch niet zo heel erg? Ik vind het wel erg. Ja, het is ook erg, maar u moet het u gewoon niet te veel aantrekken. Weet u wat we gaan doen? We moeten gewoon wat meer lachen. We gaan vanavond samen een avondje naar Grappenpiet. Nee, ik geloof niet dat ik zo'n zin heb om te lachen. Jawel, jawel, dat is gezellig. Even een avondje lachen. En weet u wat? Gaan we gewoon niet met dat kleine autootje, maar samen in de taxi. Lieve schat, ik geloof dat Sinterklaas, beter... niet benauw, ja, omkleden. Nee. Ja, er is wat heel ergs met Sinterklaas. Iets heel, heel ergs. Jongen, wat erg. Nou, wat is er aan de hand dan? Ja, dat kun je echt niet vertellen. Hé, hey, kun je aan beginnen natuurlijk. Wordt Sinterklaas heel erg boos. Heel, heel erg boos. Nee, maar Sinterklaas is namelijk depressief. Wat doe je nou? Wat? Je verklapt het uilskuikentje. Helemaal niet. Ik zeg alleen maar dat Sinterklaas depressief is. Ja. Oh jee. Mensen die depressief zijn, die hebben nergens meer zin in. Die willen alleen nog maar op de bank liggen en niks doen. En dan denk jij misschien, is mijn vader ook depressief? Die ligt ook alleen maar op de bank, niks te doen. Maar nee hoor. Dat heet gewoon lui. Kom er maar vanaf, pa. Hé, hey, ik zie ook, we hebben hoog bezoek vanavond. Dag Sinterklaas. Dag Piet. Dag. Zulk hoog bezoek. U kunt beter uw mijt eraf zetten. Dan zien de mensen achter u ook nog wat. Ja, hoe oud bent u als ik vragen mag? Ik ben ouder dan alle opa's en oma's bij elkaar. Zo, ouder dan alle opa's en oma's bij elkaar. Er zit een heel bejaardentehuis op de eerste rij. U bent zo oud. U heeft geen paard meer nodig. Maar een looprek. Pas maar op, ik stop je in de zak en ik neem je mee naar Spanje. Naar Spanje? We zijn toch al in Spanje? Hey mensen, even een raadseltje. Raadseltje. Wat is groot en rood en nog dommer dan de eland van de kerstman? Nou? De kerstman! Ja. De kerstman. Wat een goeie bak. De kerstman. Ja, toch. Goeie show, toch? Ja, ik vond het heel erg lekker. Hoe voelt u zich nu? Je had helemaal gelijk, Vivienne. Een avondje lachen doet een mens goed. Ik zei het toch, Sinterklaasje?
Ja, ik ben echt opgeknapt. Ik vind het een leuke, Piet. Ja, hij is goed, hè? Nee, weet me niet van ophouden. Hij is gewoon weer bezig. Dat is grappig, hè? Weet je wat ik ook wel eens doe? Dan stuur ik nepbrieven. En dan verzin ik een naam, een afzender. He, bijvoorbeeld Erik van Puffelen uit Goes, bijvoorbeeld. Of Anne Fleur. Nou? Heb ik laatst ook naar Sinterklaas gedaan. Weet je wat ik heb gedaan? Had ik een kind verzonnen dat alles al heeft. Alle lieve en stoute kinderen. Ik ga hem ondersteboven hangen in de chocolademelk. Ik stop hem vol met marsepein tot het zijn oren uitkomt. Sinterklaas. Hij had ook een goede grap, was. Ik heb echt een veel beter idee. Helemaal niet. Alsof ik hem niet zwart gedaan, weet je wel. Kijk, moet je zien. En toen hebben we iets gedaan dat eigenlijk een beetje stout was. Een koekje van eigen deeg. Dat ging weer geweldig, zeg. Dak eraf. Hey. Fanmail. Leuk. Beste grappen, Piet. Ja, daar ben ik. Het was weer een geweldige show vanavond. Maar toch ben je ontslagen. Groetjes de Sint. Groetjes de Sint. Ontslagen? Waarom ben ik ontslagen? Ik ben hartstikke goed. Ik bedoel, noem iets en ik maak een grap. Is het om die grap met Erik van Puffelen? Ik zal het nooit meer doen, Sinterklaas. Nooit meer. Hoe moet dat nou met mijn kinderen? Ik heb 7 kinderen. Hoeveel? 11 kinderen heb ik. Oké, Piet. Ga maar weer staan. Je hebt je lesje wel geleerd. Ben ik dan nu nog steeds ontslagen? Nee, je mag blijven. Oh, gelukkig. Maar dan moet je wel mijn stoomboot poetsen. Met een tandenborstel. Stoomboot poetsen? In mijn eentje. Dat duurt 6 maanden. Grapje. Ah, niet grappig. Je mag gaan, Grappenpiet. Grappenpiet, doe de groeten aan je kinderen. Kinderen? Hoezo kinderen? Ja, en het moeilijke van grappen maken is, de ene keer is het leuk en de andere keer niet, hè? Weet je wat die Grappenpiet ook een keer bedacht heeft? Heeft hij samen met een andere Piet een wit paardenpak aangetrokken, hè? Net als mijn schimmel. En toen heb ik een hele nacht op 2 Pieten in een paardenpak rondgereden. Nou, ik heb ze niets laten merken, hoor. Ik dacht, dat zal ze leren. Zie je het voor je? Op het dak, door weer en wind. En ik was zwaar, hoor. Ik had een zak vol met cadeaus. Maar ik dacht, kom op, paardje. Kom op. Jullie moeten er maar eens even flink aan geloven. Als Sinterklaas straks komt, dan zal ik hem eens flink de waarheid zeggen. Als hij al wil luisteren, hij is zo afwezig de laatste tijd. En waarom staat hij trouwens om een goede goed schoon te maken? Oh ja, ik had een afspraak met een vrouw. Ik had een afspraak. Oh, zie je nou wel? We hebben een verrassing voor u. Een verrassing? Ja. Op kantoor? Ja, op uw kantoor. Nou, dat zal mij benieuwen. Ja, dat zal u zeker benieuwen.